kijkers en welkom bij weer een nieuwe video. En wel een hele leuke, want we gaan het hele weekend motocross, hè vriend? Ja. We gaan naar Nederweert. Daar ja, zit, daar gaan we slapen. Ja, zeker slapen, ja. Daar zit Moto Inside motocross weekend. En dan gaan we met een hele hoop motocross vriendjes gaan we daar crossen, hè? Ja. We hebben nog een gezellige papa-avond, dus we hebben lekker veel te filmen deze dagen. Dus dat gaan we ook doen. We gaan twee dagjes mooi in beeld brengen. En ik ga jullie weer zien als wij daar zijn. Maar vergeet niet te abonneren. Nee, zeker niet. Vergeet zeker niet te abonneren op ons kanaal, want er komen nog een hele hoop leuke video's aan, hè? Ja. Zeker weten. Hey mensen, alvast bedankt voor het kijken. Als je niet abonneert, abonneer dan. Is die gang opzetten? Hoe is de andere pas net pas uit? Hi, I'm Stijn Matthews. Welcome to Jackass. Ah, dat was nog vrij beleefd, zeg maar. Ja? Vieze hoofd, vieze handen. Laat die handen zien. Laat die voeten zien. Zullen we de shock ook laten zien, of niet? Zullen we dat maar niet doen? Nee. Ja, hè? Zwarte Piet gaat naar bed, of niet, vriend? Hebben we een leuke avond gehad? Ja. Ja? Mooi. Ja, dan hengt ze van de laaier in de woog. Half twee, ik denk om half vier pak de dingen eruit. Goedemorgen mensen, we hebben vannacht lekker in het caravanetje geslapen. Het is de ochtend van de eerste dag, zaterdagochtend, het is 8:30. Over een half uurtje dan gaan de beginners beginnen met een eerste training. Er zult Stijn ook bij, die snijden nou aan het omkleden. Ik neem je nog eventjes mee, voor een kleine sfeerimpressie. Het heeft leuk aangepakt hier. Ik heb er een hele horeca bij gemaakt. Hier de fuik. En hier natuurlijk het starthek. Met ook alle sponsoren die natuurlijk zijn evenementen mogelijk maken. Hebben we hier tegenover mij, ik weet niet of je het zien in de achtergrond. Dat is de pitbikebaan. Dan hebben we hier natuurlijk gewoon het grote circuit. En dan neem ik u nog even mee naar de cross-country hoek. Ook daar hebben ze vandaag een heel parcours voor uitgezet voor die mannen. Zodat die ook aan hun trek komen. Het is nu nog goed koud. Ja, koud valt eigenlijk wel mee, vooral heel nat en vochtig. Maar volgens mij wordt het vanmiddag super mooi weer. Dus ik kijk er wel naar uit, moet ik heel erg bekennen. Boog door. Rijk maar vorm. Kijk, we hebben hier een heel cross-country parcours eigenlijk uitgezet. Erachterin een hoop grote kuilen en gaten. Dus ik denk dat die ook zo hard op kunnen vandaag. Ik heb er in ieder geval zin in. Nogmaals, vergeet niet te abonneren. En ik ga jullie daar weer zien bij de start. Hij heeft net start van de eerste mandje gehad. Deze is eigenlijk vast onder starthek. Hij heeft het eigenlijk heel goed gemaakt. Dus we gaan even kijken hoe hij de baan afkomt. Heeft het goed gemaakt. Thank you.
Motocross weekend. Ja, nogmaals goedemorgen, de camera die viel net uit. We hebben net de eerste training gehad. Ja, ik was goed, dus ik ben helemaal niet ontevreden. Ja, we gaan nog eens even kijken. Ze starten op volgorde gewoon van loting, dus niet op van de vrije training. Dus ik weet niet wat voor tijd die heeft gereden. Dat maakt de organisatie ook niet bekend in de training. Maar ik ben benieuwd dadelijk. Volgens mij zat hij er best aardig bij in het middenveld. Ja, het is gewoon mooi, want het is ook wel lang geleden dat we echt volle startvelden hebben gehad in de 50cc. En hier staan toch iets meer dan 20 jongeren gestart. En dat is, is gewoon leuk om te zien. Dus ik ga jullie daar ook weer meenemen, joh, naar het eerste mandje.
tikkie. Jesse heeft heel hard voor jou staan juichen. Ja. Hij lag 13. Waar heeft hij meer gevallen dan? Ben jij net op de bult gevallen? Ja, waar nog meer? Net naar die bult. Daar zag ik. Op de bult, hoor. Ja, daarbovenop. En waar nog meer? Nee, de vanaf. Is die vanaf vallen? Super goed gereden, jongen. Echt, jongen. Hij ging als een speer. Dat was een ket, ja. Alleen met de start niet bang zijn. Draai die gas dicht voor de rest. Ja, voor de gas ophoudt in die bocht daar, jongen. Blijf de rest voor. Dan kom je ook niet in die drukte. Nee, nou draai je hem terug. Het is echt heel druk daar, hè? Ja, maakt niet uit. Gewoon gas geven. Als jij zorg geeft voor diegene bent, dan valt je handen. Dat is simpel. Maar als je hem achter diegene zit, dan ben jij degene die valt. Super goed gedaan, jongen. Ja, die zou ik in ieder geval nog wel even een half uur dik laten afvoeren. Was je gevallen, Stijn? Twee keer, jongen. Het is op je heup. We gaan allemaal boven doen dit. Je kan beter iets gas en gewoon één stand houden. Je moet het gewoon proberen. Je hoeft niet meer vol te zetten. Gewoon op de heuvel, één stand houden. Niet boven op de heuvel, niet half heuvel, maar gewoon een beetje boven houden. Met je kont achteruit. Een beetje zo gaan zitten. Dat ging heel goed. Super goed, jongen. Hartstikke tevreden. Ja, zeker. Jij was ook een heel snel kindje. Hebben we toch maar 17 passages genoteerd hier naar eerder al. Twee dingen proberen. Had hartstikke goed gedaan, jongen. Nee, blijft uit. Nou, we hebben de eerste manche gehad. Twee keer gevallen, maar toch nog 14 geworden. Dus echt helemaal niet ontevreden. Het gaat eigenlijk hartstikke goed, dus ik ben benieuwd straks naar de tweede manche. Nou, zoals jullie kunnen zien, we staan nu bij de cross country. Hierachter hebben ze een hoop diepe kuilen putten gemaakt en daar heb ik ook even wat beelden van gemaakt. Kijk dan ook vooral even naar. Yeah.
We hebben de eerste enduro held van vandaag. Hè? Ja, dat lijkt vast. Held op sokken, ja. Held op sokken. Nou, we hebben mooie beelden, dus die kunnen jullie allemaal zien. Veel best mee. Goed gedaan hoor. Heel goed gedaan. Dat weet ik niet. Moet ik daar even kijken, jongen. Moet ik daar even kijken. Mensen, het weekend zit er weer op. Ik heb er echt super van genoten. Ja, Stijn had ik echt super goed gedaan gewoon. Hij heeft de eerste dag meegedaan, de eerste ronde bij zeg maar, de ervaren beginners. Ging eigenlijk ook heel erg goed. Na de tweede manche was je echt zo slim om bovenop een showfold te klimmen. Is vervolgens vanaf gevallen met zijn hoofd op de graafbak gevallen. Zat een gat in zijn kop. Nou ja, toen hebben we eigenlijk gezegd, we gaan naar huis toe. Alleen, daar werd die jongeman echt heel boos om. Dus hij wilde per se rijden. Ze hebben toch met een beetje half bloedend hoofd maar zijn helm op zijn hoofd gezet. En de afspraak gemaakt dat hij dan in de eerste beginnersklasse mee mocht rijden, zeg maar. Zonder springbulten. Ze heeft hij gedaan, heeft zijn dagje mooi afgesloten. Leuke trofee mee naar huis genomen. En vervolgens hebben de papa's 's avonds nog een biertje kunnen doen. En de volgende dag waren de jongens weer aan de beurt. Eigenlijk heel constant, hij is 3x14 geworden. En dat was gewoon hartstikke prima. Hij heeft goed zijn best gedaan en we hebben een hartstikke leuk weekend gehad. Nou, wat mij betreft helemaal geslaagd. En mensen, ik wil je nogmaals bedanken voor het kijken. Vergeet niet even te abonneren op ons kanaal. Ja, we proberen gewoon met zoveel mogelijk video's te komen. Alleen, daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Dus soms moet ik gewoon een weekje overslaan omdat ik het gewoon niet red. Ik doe het, ik werk natuurlijk ook nog gewoon. Dus ja, dat maakt het lastig. Ja, verder nogmaals bedankt voor het kijken, jongens. Abonneer. En ik ga jullie zien in de volgende video. Dankjewel.